Goedemiddag allemaal. Welkom naar onze tweede online gathering rond het vuur. En deze keer is het round the Bridget fire. Dus welkom iedereen en we hopen op een hele mooie middag. Ik wil beginnen met een paar dingen die ik gevonden heb en wil met jullie delen. Maar straks hoop ik dat jullie ook het een en ander kunnen delen. Ik wil eerst beginnen, inderdaad, net wat ik zei, rond 1 februari, is eigenlijk voor ons binnen Wicca wat wij noemen de cross-quarter days. En die zijn vaak de, zeg maar, de zenith, de toppunt van een bepaalde seizoen. Dus we zitten nu echt met echt midwinter. Ondanks het feit dat heel veel mensen wordt ook midwinter genoemd. Eigenlijk is dit midwinter. We zijn echt in het midden van de winter nu. Vaak zijn de cross-quarter days ook gepaard met wat wij noemen blood rites. Rites of passage. En dat zien we ook inderdaad rond 1 februari. Dat inderdaad de lammenseizoen begint. Dat alle lammetjes worden geboren. En dat is ook een beetje de achtergrond van de naam Imolc, in the belly. En verwijst inderdaad ook naar geboorte van lammen en geitjes en alles en dat wat. Dus vandaar dat het een beetje achtergrond waarom in Nederland zijn de cross-quarter days ook vaak verbonden met bepaalde maanden. De namen van de maanden geven ook vaak aan waar we zitten op dat agrarische cyclus. Het meest bekende is grasmaand rond Beltane bijvoorbeeld. Maar februari? Dat weet ik niet. Ik weet niet of jullie weten de oude naam voor februari. Ik weet dat januari de looie maand heet. Looien van het voorbereiden van leer. Looien, weet je wat het is? Het wordt in soepel gemaakt. En veel mensen dachten dat het januari was lauw maand. Omdat we niks te doen hadden. Maar het is het woord looien, niet lauw. Dus daar een beetje geschiedenis uit. Jochem zegt het februari sprokkelmaand. Ja, nou, inderdaad. Ik denk dat dat herken ik inderdaad, sprokkelmaand. Dus misschien kunnen jullie iets vertellen over wat is sprokkelmaand later als Nederlanders. Dus misschien weten jullie iets meer dan ik. Maar goed, ik wil beginnen met een paar gedichten die ik zelf heb gevonden en leuk vond. Witte, koude wereld. Ingepakt in winterskledij. Nergens iets te bekennen. Totaal stilte. Sereniteit. Echte, hoe wonderlijk, raadselachtig, maar zo wijs. Er sluimert al die maanden toch leven onder sneeuw en ijs. Aandoenlijk, in diepe rust. Om, als de lentewind gaat waaien, pas te worden wakker gekust. Hier zie je, ik heb inderdaad de schrijfster van deze gedicht, is Irma van Knipoog. NU.NU. Wat ze hier doet ook, en is iets wat wij binnen Wicca ook vaak doen. Kijkt hier het winter, inderdaad begin van iedere regel. W-I-N-T-E-R. En dat doet me denken aan hoe wij inderdaad ook binnen Wicca soms wat wij noemen invocaties schrijven. Pakken we gewoon de eerste letter, bijvoorbeeld van een godnaam. En dan gaan we invocaties, dus proberen contact te maken met bepaalde god en godinnen. Dat vond ik wel leuk van deze, inderdaad. Irma heeft het ook middels een gedicht gemaakt. Dus dat wil ik jullie eventjes laten zien. Dat ook bijvoorbeeld in gedichten ook een hele mooie manier is om jullie ook te inspireren om gedichten te schrijven. Wintergedicht van Irma. Wat we ook hebben is muziek. En deze vond ik van Lisa Thiel.
En het gaat precies over Imhoog. En ik wilde dit inderdaad ook met jullie delen. Lise Thiel is heel bekend trouwens. Ze schrijft heel veel muziek. En ze is heel geliefd onder veel pagans en heidenen. En natuurlijk ook van goddess spirituality. Kan je dat horen? Zal ik deze in de chat even delen? Kunnen jullie straks dat even zien? Hier zijn de lyrics van Lisa's nummer Imhoog. Blessed Bridget, comest thou in. Bless this house and all of our kin. Bless this house and all of our kin. Protect this house and all within. Blessed Bridget, come into thy bed. With a gem at thy heart and a crown on thy head. Awaken the fire within our souls. Awaken the fire that makes us whole. Blessed Bridget, queen of the fire, help us to manifest our desire. May we bring forth all that's good and fine. May we give birth to our dreams in time. Blessed Bridget, comest thou in. Bless this house and all of our kin. From the source of infinite light, kindle the flame of our spirits tonight. Blessed be. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze paar gedichten. We gaan over, heeft iemand anders iets wat ze willen graag delen? Soleil, heb je wat gevonden? Jazeker. Ik was alleen even braaf aan het wachten of er nog andere mensen waren die enthousiast werden. Maar nee, ja, ik heb zeker wat gevonden. Ik heb na zitten denken van, goh, ik ben niet zo van de gedichten. Ik wilde er wel gelijk zelf eentje schrijven, maar dat was een beetje laat. En toen dacht ik, maar wat ik het allerfijnste vind van deze tijd van het jaar, is dat er weer bloemen komen. En dat die, dat ik weer in huis fase heb met tulpen of met narcissen. Daar word ik altijd heel blij van. Dus ik dacht, weet je wat ik met jullie wil delen? Ik wil een paar foto's delen met jullie. Over de bloemen die mij zo'n beetje blij maken in deze tijd van het jaar. Dus ik dacht, dat ga ik dan maar dus doen. Ik zit altijd te wachten tot... Kunnen jullie het zien? Maar, ik zit altijd te wachten tot de krokussen... beginnen. En ik heb een tuin met heel veel hanenpoten. Dus het is nog steeds een beetje een zootje. Maar uiteindelijk komen toch die krokussen naar boven. En dat is meestal zo rond deze tijd. En als de zon schijnt en ze gaan helemaal open, dan kan ik alleen maar zeggen, de krokussen staan te gillen naar de zon. Want een ander woord kan ik er niet voor vinden. De krokussen gillen. Kijk, deze staat nu in mijn tuin, in mijn vensterbank. Ik kreeg hem met kerst, want dan zouden we met familie bij elkaar komen en dan zouden alle vrouwen in dit geval een amaryllis krijgen. Maar uiteindelijk, kwam mijn moeder naar me toe en die zei van ja, hij zit nou al zo lang in die zak en er komt helemaal geen kerstfeest dit jaar, geen kerstdiner en alles. Wat moet ik? Nou, geef ze dan maar gewoon aan iedereen. En ondanks het feit dat hij tijden onder de kerstboom heeft gelegen, want ik dacht, wie weet komt het toch, heb ik hem uiteindelijk maar uitgepakt en in een pot gezet. En binnen de kortste keren, in de ene tak, 6 bloemen. En die andere kunnen we nog niet zien hoeveel bloemen het worden.
Maar deze hoort zeker ook bij deze tijd van het jaar. Ja, en de hamamelis, die tegen de klippen op, die kan in december al beginnen met bloeien. En in deze tijd is die eigenlijk bijna klaar. Ik vind het zo dapper. Er is niks meer. Het is een koude, gure plek ook nog waar deze hamamelis staat. En toch bloeit hij. En toch blijft hij heel lang mooi. En zo uitbundig. En ook eigenlijk wel een beetje teder. Dit jaar bloeide die trouwens al in november. Dus daar is toch iets in de war. Ja, deze tijd. Dit is gemaakt een paar jaar geleden. Maar ja, sneeuw kan het ook nog liggen. Het is helemaal niet zo dat het... Het is inderdaad midwinter, Morgana. Als je het goed bekijkt, begint de winter natuurlijk in december. En nu is het midden. We zijn aan het eind van onze voorraden. En ja, we moeten nog een poosje vol zien te houden. Ik ben altijd zo blij dat Inbulk bestaat. Want eigenlijk is het ook een beetje, geeft het de hoop dat het voorbij gaat. Dat het licht weer meer komt, meer wordt. En dat er de sappen weer gaan stromen, vandaar de bloemen. En dat we... de winter achter ons mogen laten. Ja, regen hoort daar natuurlijk net zo goed bij. Dat is, ik heb ooit een keer gelezen dat de boeren wachten op de regen, zodat het land weer open gaat en ze kunnen zaaien. Het was voor mij heel bijzonder om het te realiseren dat daarvoor zoveel water nodig is na de vorst en de droogte van de winter. En dan tot slot deze. Deze foto is ook gemaakt begin februari. Dat geloof je niet, want het is een rozemarijn. Maar de rozemarijn bloeit het liefst midden in de winter. En uitbundig. Met heel veel kleine bloempjes. En ook als een soort verwijzing naar... het wordt wel weer zomer. Ik ben een warm mens. Hè. Ik wil graag dat het... ik ben geen wintermens. Dus alle kleine blikjes... momentjes waarin het warme weer naar voren komt, maakt het voor mij uithoudbaar. Maar dat was mijn kleine bijdrage. Kort maar krachtig, hoop ik. Ja, hartstikke bedankt, Salai. Ja, over die rozemarijn, dat had ik inderdaad gemerkt. Eén ding over die lockdown, misschien een, ja, toch een voordeel is dat je, als je thuis bent, dan ben je meegeneigd om je eigen tuin te gaan bekijken. Ja. Dat heb ik zeker vorig jaar zeker gedaan. En het viel me toen inderdaad op hoe vroeg de rozemarijn in bloei ging. En dat was zo leuk, die hele mooie lila kleurige bloempjes. En dat was echt van... en ik heb ook mijn appelboom. Dat was ook echt in februari, echt het begin. En dan moet je inderdaad zorgen dat bepaalde planten natuurlijk niet door de vorst worden beschadigd. Ja. En dat is weer wat ik zei ook over de agrarische kalender. Is heel erg leuk om toch te volgen naast uiteraard de maankalender of de lunarcyclus. Want in de natuur zie je allerlei processen natuurlijk die afhankelijk zijn van licht. Hoe meer licht... maar ook warmte. Ik had gelezen laatst dat bijen bijvoorbeeld, die komen niet tevoorschijn voordat het ongeveer 10 graden wordt. Dus alles onder de 10 graden. En vandaar dat als er weer een beetje op slag is en dan wordt het te warm. Verleden jaar hadden we een ontzettend warme februari. En komen heel veel dieren en planten tevoorschijn. Die eigenlijk nog niet moeten komen. En dan heb je inderdaad... dan voel ik me als tuinier. Als dat wij ook een bepaalde rol kunnen spelen in het beschermen. En je ziet inderdaad dat de boeren ook met appelbomen... die gaan ook de knoppen inderdaad ook beschermen door met water te sproeien. En als het gaat vriezen, dan wordt het toch wel ingepakt... Dus we kunnen ontzettend veel leren van ook oude landbouwmethoden enzovoort enzovoort. Zijn jullie achtergekomen wat sprokkelmaand is?
Jochem, weet jij wat sprokkelmaand is? Het is mij destijds uitgelegd als de tijd waarin mensen het laatste hout voor de kachel bij elkaar proberen te sprokkelen. Right. Ja, Ik ja, ja. weet niet of dat klopt of dat het gewoon een, nou ja, handig ezelsbruggetje is. Ja. Maar dat is wat ik weet. Ja, in ieder geval sprokkelen, dat denk je aan inderdaad samen bundelen enzovoorts enzovoorts. Ja, en misschien verwijst dit ook. Kijk, rond deze tijden hebben we inderdaad niet voor niks over een vuur. En je ziet vaak ook in landbouwprocessen ook. Dus af en toe moet je vuur gebruiken voor dingen opruimen enzovoorts. En dat zie je vaak inderdaad, maar dan kom je bij de echte lente. Lente als in spring. Woord lente. En paasvuren. En inderdaad, dat mensen nu aan het sprokkelen zijn, waarschijnlijk om die grote paasvuren te bouwen. Daar zijn echt een beetje concurrentie om het allemaal te sprokkelen. Dus, en de grootste, hoe groter, hoe mooier natuurlijk. Maar misschien ligt het daar dat het inderdaad ook een landbouwactiviteit was om gewoon wat wij in het Engels noemen de spring cleaning, de lente schoonmaak. Dus, maar dat is allemaal in voorbereiding tot later in het jaar. Maar sprokkelen, Sprokkelen. ja. Sprokkelen gaat volgens mij niet naar het schoonmaken. Want de associatie die het bij mij heeft, is dat als je sprokkelt, je echt je best moet doen om het bij elkaar te vinden. Het is eigenlijk allemaal al op, maar je sprokkelt de restjes bij elkaar. En dan heb je toch nog wat. En dat is voor mij de associatie met deze tijd. Het is niet meer. De voorraadkasten zijn niet meer vol. Dus je moet dat hout wat je nodig hebt om het huis nog warm te maken, moet je echt goed naar zoeken, want je moet het sprokkelen. En Ja. dat geeft een tekort weer. Of een Ja, bijna oké, okay, tekort. ja. Taaltechnisch gezien. Ben benieuwd wat Anneloes verder nog kan toevoegen. Nou, ik zal me even unmuten. Handig. Ik heb even gegoogeld en daar kom je gewoon bij Wikipedia terecht. En die zegt, afgeleid van het oud-Nederlandse sporkelen, wat ook springen betekent. Dus toch spring. Springen. En ook dat het eens in de 4 jaar een dag verspringt in februari. Schrikkelijk. Ah ja. Dat daar ook een. Dat Ja, ook een ding inderdaad, van een liepje. Wikipedia. Ja. Leuk. Mooi. Verder vind ik zo niet wat, maar. Maand van de zuivering van uit het Romeins. En het Latijnse Spercalia. Dat is de naam van een reinigingsfeest. Dus het is Spring toch wel cleaning. de februaristormen. Ja, heerlijk. Lang leven Google. Ja, natuurlijk, we hebben inderdaad langzamerhand ook die spring storms. Echt, dat het heel hard gaat waaien natuurlijk. Ja. Wat mij ook altijd opvalt, is inderdaad, hoe kom je aan water? Ja, met climate change is het natuurlijk ook een beetje raar geval. Vroeger had je natuurlijk sneeuw en die bleef gewoon echt op de heuvels staan en later gewoon ging dooien. Tegenwoordig komt heel veel sneeuw als regen naar beneden, dan krijg je inderdaad die overstromingen. Dus dat is een wat andere. Dat zie je nu. Climate change heeft zo'n impact op je algemene omgeving. Net wat ik zei, vorig jaar februari was het eigenlijk ontzettend warm. En dan maart, als ik me niet vergis, was het veel kouder dan normaal. Dus die schommelingen met de temperatuur tegenwoordig is inderdaad ook niet mis. Ja. Waar is Jiska? Jiska, jij had iets te delen. Hoe wil je dat doen? Wil je dat inderdaad ook met plaatjes of wil je het gewoon vertellen? Wat ik kan doen, ik heb een verhaal.
En dat is eigenlijk uit een kinderboek. En waar ik eigenlijk aan moest denken net, toen Morgana het had over... maar jongens, eigenlijk zitten we nog in het midden van de winter. Toen dacht ik aan een boekenserie die ik vroeger gelezen heb van Jean Owl, De Aardkinderen. Ik denk dat er wel meerdere dat kennen. Waarin het hoofdpersonage, die is... Nou ja, ze is medicijnvrouw. Maar eigenlijk vind ik het heel erg naar een sjamaan neigen als ik dat zo lees. En die zegt op een gegeven moment, midden in de winter, zegt ze... Ik kan het niet goed grijpen, maar er is iets veranderd. En dan zegt de medicijnman die haar begeleidt... Dat heb je heel goed gezien. En in het Engels, ik heb die serie in het Engels gelezen, staat daar dan... The back of the winter has been broken. En toen dacht ik, wat een mooie manier om uit te drukken van die winter is er nog. Maar its back has been broken. Hij kan nu niet meer zoveel kwaad. En de overwinning over de winter, die komt terug. En voor mij is dat dan een beetje, toen ik probeerde te gaan vatten van, hey, wat staat er voor welk jaarfeest? Toen kwam die gedachte al bij me op van, eigenlijk is dat dus Imhotep. Breaking the back of winter. En ik heb hier een kinderboekenserie. Deze. Waarschijnlijk, ik zie hem in ik hoop dat jullie het niet in spiegelbeeld zien. Maar deze boekenserie, daar heb ik met mijn kinderen heel veel mee gedaan. Dus vandaar dat mijn hart daar nog bij ligt. En dit gaat over de voorchristelijke herkomst van wat nu nog als christelijke feesten gevierd wordt. En ik heb uit het boek Lentefeest heb ik een verhaal uitgezocht. Het verhaal heet Is het al zover? Veilig, diep in de aarde, sliep het kleine sneeuwklokje heel vast in zijn bloembollenhuisje. Een heleboel dikke schillen, net echte jassen, beschutten het tegen de bittere koude. En het droomde een lange, lange winterdroom. Maar op een morgen werd het plotseling onrustig. En het dacht bij zichzelf, hé, ik voel me zo vreemd. Wat heeft mij gewekt? Kan het echt waar zijn? Is het alweer zover? Het sneeuwklokje hield zich heel stil, luisterde aandachtig in zichzelf en... waarachtig. Ja, echt, het voelde die kracht weer. Die sterke kracht die zich opnieuw in hem roerde. En het voelde hoe langzaam, heel langzaam, al het leven opnieuw ontwaakte. Hoe het plotseling overal begon te kriebelen, te prikkelen en te kloppen. Heel voorzichtig rekte en strekte het zich uit en blij bereidde het zich voor om te ontwaken. Maar het voelde ook dat het trilde en beefde van angst als het eraan dacht wat hem te wachten stond. En stilletjes sprak het tot zichzelf... Ach, hoe is mijn hart vervuld van pijn. Daar kou en sneeuw daarboven zijn. Toch helpt geen jammeren of klagen. Geheel alleen moet ik de weg nu wagen. Met angst in zijn hart groeide het sneeuwklokje uit zijn beschermde bloembol en stak zijn neus voorzichtig uit de donkere koude aarde. Oei, het schrok wel erg toen het de ijzige kou voelde. Het liefst was het snel weer teruggekropen, maar het wist dat dat niet kon. Dus groeide het moedig verder, elke dag een klein stukje. Het werd groter en groter en het keek vooruit en niet terug. Misschien ligt op de aarde nog sneeuw en waait de wind over land en zee. Maar ik moet mijn klokje strekken en met het geluid mijn bloemenzusters wekken. Deze wens gaf het sneeuwklokje de kracht om verder te groeien. En op een dag was het dan gelukt. Zijn groene kopje stak uit de aarde. Elke dag groeide het nu een stukje verder. Soms verwarmde de zonnestralen zijn groene kleed, maar meestal was het nog bitter koud. En op een morgen, toen de zon met haar warme stralen op het bloempje scheen, ontvouwde het trots eindelijk zijn witte klokje. En het zachte luiden ervan werd door de wind tot in alle hoeken van de tuin verspreid. Het drong diep in de aarde door en wekte alle slapende bloemen. Ook de dieren hoorden het luiden en klingelen. En alle wisten en merkten nu, het zal lente worden.
Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, het is inderdaad mooi om toch wel ook die fragiele kant. Aan de ene kant is het natuurlijk, we kijken uit naar de lente, maar we moeten inderdaad steeds nog bedenken. Af en toe kan koning Force natuurlijk wel terugslaan. Dus ja. Ja, iemand vraagt, wie was nou de schrijfster van dit verhaal? Ja, het is een serie van 3 boeken die zo het hele jaarwiel beschrijven. Het is van Diana Monson en Maren Briswalter. En alleen het lentefeest en de zomeroogst zijn nog te krijgen bij uitgeverij Christofor in Zeist. En het winterlicht is niet meer te krijgen, maar als je heel goed googelt, marktplaatst, wat dan ook, vind je misschien nog her en der een verdwaald exemplaar. Dus Diana Monson en Maren Briswalter. Ja, misschien kun je gewoon even in de chat ook even de namen nog een keer opzetten. Oké, dan zal ik eventjes de link zoeken naar de uitgeverij waar je dan die boeken kan vinden. Ja, en we kunnen dat ook natuurlijk op PFI Lagerland ook nog eens een keer even delen. Ja. Dus dat is allemaal heel erg mooi. Dankjewel Anneke voor de vraag. Heb jij iets te delen, Anneke? Ja, ik had een gedicht gevonden. Mm-hmm. En ik heb hem wel uitgeprint met een foto erbij, maar ik weet niet of het mij gaat lukken. Nou. Oké, een foto met een gedicht van Ida Gerhard. Ja, klopt. Die kwam ik tegen en die vond ik wel mooi. Vorige week hadden we natuurlijk ook sneeuw, wat ik dan heel bijzonder vind. Omdat het ook met de opwarming van de aarde en zo toch steeds minder en steeds minder gaat voorkomen. En ik vind het dan heel mooi om wel 's morgens vroeg, heel vroeg, door het bos te wandelen. Want later op de dag gaan een heleboel mensen ervan genieten en verstoren de rust. Maar dan is het ook zo stil, zo in afwachting, zo in hoopvolle verwachting. En dat vond ik heel mooi. Ik fotografeer graag, dus ik kon mijn plezier niet op wat dat betreft. En toen vond ik dit gedicht van Ida Gerhard, wat ik wel ook mooi vond. De titel is Over de eerbied. Gij moet het eenzaam laten, het zaad dat ligt slapen. Dit eerstelings bewegen van leven binnen leven, vermijd het te genaken. Laat het stil in zijn waarde, zaad in de donkere aarde, zaad in de donkere aarde. Het zal groen ontwaken. Awesome. Ja, hartstikke mooi. Het is wel leuk om te horen waar jullie deze gedichten vinden. Het persoonlijke verhaal waarom zoiets je aanspreekt, vind ik ontzettend, net zo belangrijk als gedichten zelf. Zijn er nog meer mensen die willen iets graag delen? Op het forum, PFI Forum, heb ik inderdaad ook een paar. Ik heb een hele thread gestart met Imolk Candlemas Bridges Day. Ik zal gewoon eventjes de link in de chat even doen. Kunnen jullie je PFI Forum ook eventjes, zelfs als je geen lid bent van de forum, kun je het toch wel zien. Dus voordat ik het hier post, als je ideeën wil hebben, is ook een manier van delen. Maar dat is meer Engelstalige dingen. Maar ook wat heel belangrijk is, is het maken. En ik weet niet of jullie kennen de Bridget's Cross. Dat is, ik had het net gebruikt voor de Blessed Bee. Ik zal jullie laten zien misschien straks weer. En mensen gaan natuurlijk ook bepaalde dingen ook maken. Bepaalde eten. Speciaal eten voorbereiden enzovoort enzovoort. Dus daar heb ik op het PFI Forum. Kunnen jullie dat ook eventjes nalopen als je zegt van nou ik wil gewoon bepaalde ideeën opdoen. Dus dat is ook een manier van sharing en delen. Als we nog niks meer voor delen en sharing. Ja, Anneke? Ik heb een vraag. Wat is de symboliek achter het Bridget Cross?
Bridges Cross. Nou, ze is natuurlijk een zeer geliefde Christian saint, St. Bridges. En ik denk dat die Bridges Cross, die is een beetje vergelijkbaar met die, weet je wel, naar Pasen toe. En dan zie je inderdaad dat bepaalde dingen worden verweven en corn dollies. En dat zijn allemaal met vruchtbaarheid te maken. Dus ze gebruiken ze soms voor als amulet om zichzelf te beschermen. Maar soms ook als talismans om gewoon iets te bewerkstelligen. Dus als je gewoon kijkt op PFI Forum, dan zie je ook misschien ook informatie over waarom en wat de Bridges Cross is. Maar het is wel forearmed, als ik me niet vergis. Wacht even. Ja, het is forearmed. En het is meestal gemaakt van rushes, bulrushes. Hoe noem je dat? Van, is het reed? Reeds. Pitrush is de Nederlandse. Oh, ja, waarom had je dat niet eerder verteld? Ja, je hebt verschillende soorten, maar de soort die het meest gebruikt wordt en die je dus in Nederland her en der in de sloten kan vinden, heet pitrus. Ja. Ah, right. Ja, kijk, zo leer je wat. Ik wist in het Engels inderdaad, je hebt bulrushes en allerlei gras. En wij gebruiken dat vaak ook om onze cirkel ook te versieren. Dan maken we zelf dingen. Maar rond deze tijd van het jaar is inderdaad af en toe wilgen takjes vinden. En nu begint ook allereerst van de hazelaar. Catkins noemen we dat in het Engels. Katjes. Ja. Dus wij gebruiken ook vaak van gras. Dingen die zeer buigbaar zijn. Gewoon om een cirkel te versieren. Dus daarom heb ik bij Forum ook een paar ideetjes dat jullie dat kunnen straks even opzoeken van hoe ga ik bepaalde dingen doen, maken. Er zijn ook een paar video's om inderdaad van Gemma, die heeft ook een video gemaakt, how to set up an Imolc altar. En dat, dus kijk even op het Forum als je wil echt de praktische dingen weten. Het is heel leuk om daar zelf een paar dingen uit te proberen. Ik wil even afronden nu met een paar dingen. Dus ik ga in ieder geval deze dit hele deel gewoon sluiten. Tenzij jullie nog iets toe te voegen over Bridges Fire. Anders stop ik met recording. En ik wens jullie een hele fijne Imolc Bridges Day feest binnenkort.